Welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. We gaan een pandamasker maken vandaag. Misschien weet je nog niet wat je aan gaat doen voor carnaval. Dit is al een ideetje. Hoe maken we een pandamasker? Wat hebben we nodig? We hebben een kartonnen bordje nodig in het wit, een schaar, een zwarte viltstift. Ik heb ook nog twee stukken best dik papier en dan een nietmachine. We gaan eerst het gezicht van de panda op het kartonnen bord tekenen. Ik ga eerst gewoon een potlood gebruiken, je kan ook een kleurpotlood gebruiken. En als het dan goed gelukt is, dan ga ik er met de viltstift overheen. Er zitten altijd zulke zwarte vlekken rond het oog van panda's. Die ga ik zo ongeveer tekenen. Dan is er de neus. Driehoekig, maar dan met afgeronde hoeken. Net zoals bij een hond of bij een kat. Nu zie je er al een beetje de panda in. En nu gaan we bepalen waar we de ogen uit gaan snijden in het masker, want je wil natuurlijk door je pandamasker kunnen zien. Mijn ogen liggen zo'n 7 centimeter uit elkaar. Dus ik ga de ogen hier uitsnijden. Ik gebruik mijn wijsvinger als meetlat. En dan buiten de uitsnijdingen ga ik de rondjes in het zwart inkleuren. Dat zijn dan die zwarte vlekken rond de pandaogen. Dan nu ook de mond en de neus. We zijn bijna klaar met kleuren. We hebben enkel nog oortjes nodig. Ik ga dus weer twee ovalen schetsen met mijn potlood. Dat is er één. En dat zijn er twee. Ik ga deze ovalen uitknippen en ik ga ze vastnieten aan ons masker. Wie wil, kan nog een zwarte cirkel op de oren tekenen. Ik ga die dan inkleuren, want ik vind het leuk dat ik een wit en een zwart oor heb. Je kan nog iets aan het masker bevestigen, waarmee je het voor je gezicht kan houden. Je kan ook twee gaatjes maken in de zijkant en er dan een elastiekje doorhalen. Dan kan je het zo om je hoofd doen. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Je kan hierbij nog een zwarte trui aan doen en daaronder een witte broek. Dan heb je een heel kostuum. En een judopak past hier natuurlijk ook heel erg mooi bij. Het is heel eenvoudig. Je hebt er niet veel voor nodig. Natuurlijk moet ik de ogen nog uitsnijden. Maar ik ben er zeker van dat jullie dat zelf wel kunnen. Laat wat achter bij de reacties. Geef me een thumbs up. Laat weten of je überhaupt carnaval viert. Tot volgende keer bij Doe Het Zelf Ideeën. Doei!